Het Staatsziekenfonds heeft een nieuwe algemeen directeur in de persoon van Dr. Anders Umar Ranjit Singh. Ranjit Singh is gisteren geïnstalleerd door de minister van Volksgezondheid, Umar Ramadine. Ranjit Singh, die de op non-actief gestelde SZF-directeur Ricky Krommehaartje opvolgt, heeft meer dan 20 jaar in de verzekeringsbranche gewerkt. Eerst als directeur bij de NV Pasasco en daarna als senior account manager bij Assuria Verzekeringen. Ranjit Singh stelt een goede verstandhouding als doel om het SZF weer naar grotere hoogten te brengen. Zaken die goed lopen zullen gecontinueerd worden, terwijl zaken die voor verbetering vatbaar zijn onmiddellijk aangepakt zullen worden. Prioriteit zal gegeven worden aan het inlopen van achterstanden, zoals die met betrekking tot de jaarrekeningen en begrotingen. Directeur Ranjit Singh zal ook gauw om de tafel gaan zitten met het personeel, de verschillende dienstverleners en de diverse actoren in de zorg. Minister Ramadine bracht zijn felicitaties uit en wenste Ranjit Singh het allerbeste toe als directeur van het SZF.